Sinds het Chinese Geely Volvo heeft overgenomen, maken ze eigenlijk alleen nog maar schitterende auto's. De V40, de V90, de XC90, de XC60, de V60 die er aankomt. Volvo maakt geen blokhutten op wielen meer, maar auto's zoals deze, de XC40. Oké, deze is best wel blokkerig. Maar kijk even naar de lijnvoering. Als je die negative surface noemen ze dat, die deuk zeg maar onder in de zijkant bekijkt en wat voor soort vorm daar gemaakt wordt, diezelfde soort vorm komt terug op de motorkap. En dan zowel als zeg maar indeuking als uitstulping. En ook daarachter boven de portiergreep weer dezelfde soort vorm. En wat een auto echt visueel aantrekkelijk maakt, is als er een soort innerlijke logica in zit die je in eerste instantie niet per se begrijpt of waarneemt, maar toch voelt. En dan heb je alleen de buitenkant nog maar gezien. Binnen is het misschien nog wel mooier. De 's nachts subtiel aangelichte deuren, de speakergrill, deze bijna gebeeldhouwde ventilatieroosters. Ja, misschien denk je dat ik aan het zemelen ben, maar vergelijk dit met andere auto's in dit segment. Het is allemaal zo verfijnd en toch simpel. En die combinatie is juist bijzonder zeldzaam. Is er ook nog wat te zeiken? Jazeker, motorisch is de XC40 D4 die wij rijden niet het meest verfijnde apparaat. Je mag je in de handjes knijpen dat Volvo ook elektrische auto's wil gaan bouwen, want dit gegrom past eigenlijk niet bij een auto die verder heel delicaat is. Ga je stevig een bocht door, dan heeft de zweet de neiging om wat te ver mee te hangen. En dat is voor passagiers niet echt prettig. Maar goed, dan moet je misschien ook geen SUV kopen. Wie deze interface bedacht heeft, die verdient het trouwens om vrijelijk gekopieerd te worden door andere merken. Want Volvo heeft het voor elkaar gekregen om een gigantisch aantal opties in een overzichtelijke interface te combineren. Kijk, je kunt naar links swipen. Dan heb je dit scherm met al deze veiligheidssystemen. Dan swipe je naar het midden. Nou ja, dan heb je eigenlijk een overzicht van al je functies. En swipe je naar rechts. Dan krijg je alle inputs eigenlijk die je hebt voor je systeem. En CarPlay zit ook in deze auto. Neemt niet het hele scherm over, maar een portie ervan. En de rest van de opties blijven dus gewoon staan. Maar die geven keurig aan dat ze overgenomen zijn. Ja, en dat blijft eigenlijk de issue met CarPlay, want opeens heb je een menu-item met daaronder weer alle menu-items die daarboven ook al zaten. Dus je hebt navigatie in de auto, maar dan heb je binnen CarPlay heb je ook weer navigatie. Telefoon, media, allemaal dubbelop. Daar kun je niet veel aan doen als maker, behalve eerlijk zijn over het resultaat en dat doet Volvo. Ja, voor mij is dit zonder enige twijfel de allermooiste auto in dit segment. Ik hou niet zo heel erg van SUV's, ik hou zeker niet van de wat kleinere SUV's. Maar deze is toch gewoon prachtig. Geen vreubelige schetslijnen die de flank proberen te verhullen.